Kan muziek de wereld veranderen? Kan muziek de richting aangeven van de weg naar de vrijheid? Kan muziek de wereld veranderen? Kan muziek de richting aangeven van de weg naar de vrijheid? Weet u nog dat ik nauwelijks een gesprek kon voeren toen ik hier voor het eerst kwam, zei Dostoevsky me opeens. Ja, u was achterdochtig. Begrijpelijk in uw situatie. Nee, dat was het niet, Alexander. Het was het afkamp. Je was in het kamp voortdurend met jezelf bezig. Met aan eten komen, je kleren droog houden, met overleven. Je voerde geen gesprekken en zeker niet over persoonlijke dingen. Ik heb 2 of 3 misdadigers gesproken die me hun leven vertelden, maar dat waren geen gesprekken, dat waren bekentenissen. Ik nam de biecht af en zij spraken. Toen zij het me allemaal verteld hadden, zwegen ze. Ze waren er absoluut niet in geïnteresseerd wat ik van het gezegde vond. Het kon hen zelfs niet schelen of ik hen geloof of niet. Meningen waren uit de boze in het dodenhuis. Niemand had een mening in het strafkamp. Je deed wat je werd opgedragen en hield je mond.